Gisteravond werd weer eens duidelijk dat PSV tot die laatste seconde kan doorvechten, tot dat bittere einde wil doorgaan. PSV traint in de vele gezichten van Florida. Vandaag weer een heel ander gezicht. Heel erg warm vandaag, 6, 27 graden. Begon hier wat koeler. Nou ja, PSV gisteravond ook veel gezichten laten zien in de wedstrijd tegen Corinthians. En met name aanvallend veel gezichten laten zien. En dat is ook een beetje wat deze selectie op dit moment typeert, denk ik. Er zijn ongelooflijk veel aanvallers op dit moment. En ook wel heel erg veel talentvolle aanvallers. Is de selectie wat jou betreft dan in balans? Nou, niet helemaal, denk ik. Als je achterin kijkt, is de spoeling toch wel erg dun. Als er één of twee spelers wegvallen met een blessure, dan zit PSV met de gebakken peren, zoals dat heet. En misschien zitten ze nu eigenlijk al wel met de gebakken peren. Want ja, is deze verdediging goed genoeg? Dat is eigenlijk de hele competitie al de vraag. Het viel allemaal reuze mee. De eerste competitiehelft, Daniel Swaap heeft het goed gedaan. Nicolas Isimat Mirin wat minder. Santiago Arias is een sterkhouder van dit PSV. Ja, en Joshua Brunet, dat is ook een twijfelgeval bij PSV. Aantal goede wedstrijden, ook wel wat mindere. Maar goed, bij PSV zijn ze er tevreden over. Men vindt dat ook Brunet het goed heeft gedaan. Ze zijn wel op zoek naar versterking. Ja, of dat gaat gebeuren, dat zal eind deze maand pas blijken. Heb jij het idee dat hier de basis wordt gelegd of is gelegd voor een titel? Nou ja, dat zal moeten blijken. De sfeer is hartstikke goed in het team. Dat is in ieder geval duidelijk. Ook gisteravond werd weer eens duidelijk dat PSV tot die laatste seconde kan doorvechten. Tot dat bittere einde wil doorgaan. Nou, dat zijn in ieder geval dingen die wel goed zitten bij deze ploeg. Mentaliteit, het knokken tot dat laatste puntje, dat laatste gaatje. Dat zit wel goed in deze selectie. Maar goed, kwalitatief zal moeten blijken. Met name achterin wat mij betreft. Of het goed genoeg is om een nieuwe titel te pakken. En ja, met name daar zit gewoon de Achilleshiel van dit PSV. Volgens mij. Ik zou er nog wel een verdediger aan toevoegen aan de selectie. En ja, ze hebben eigenlijk aanvallers genoeg. Het middenveld, daar hebben ze ook voldoende opties. Hè. Nu Pereiro daar is ingeschoven. En achterin, ja, als daar één of twee spelers wegvallen, dan is het echt een problematische situatie voor PSV. Waarbij je ook al moet afvragen of dit eigenlijk al goed genoeg is.